vergelijkingsmoment is ook geweest. Alleen zoals we al bij een paar minuutjes na te laten, maar... Super tof dat je kijkt naar een gewoon heel vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Het is vandaag alweer woensdag alweer. Het gaat vandaag hard. Vier is er natuurlijk nu zaterdag. Als ik goed heb. Dan ga ik even lekker een bak koffie zetten. En daarna een lekker rolgordijn open gooien. Het is al 24 graden hier in huis. Wow. Oh, lekker een pakje poeder. Voor de goede mug. Laten we dat even lekker zetten. En dan klaarmaken om te gaan editen ook nog. Oh, wat was er gisteren gezellig zeg. Geweldig. Alleen, Glenda. Volgens mij ben je vergeten drinken op te drinken. Maar dat kan gebeuren. Die gooi ik dan even weg. Ik weet niet herkenbaar. Ik heb het ook wel een soort... Dan vergeet ik gewoon, ben ik bij iemand op de visite. Vergeet ik gewoon drinken op te drinken. Dan denk van, oh ja. Helemaal vergeten. Maar ja, dat kan gebeuren. Dan ga ik nu maar even... Dat ik ga editen. Moet ook gebeuren en dan een lekker bakje koffie drinken. Maar eerst even een bakje zetten. Die bijna klaar is. Deze kan vast wel omhoog. De rolgordijn. En toen heb ik een lekker wasje aangezet. En Gaia eten geven. En even wasje allemaal ook gesorteerd. Want ze moeten maar een paar wassen in nog wassen worden. En dan... dadelijk met de groep mee eten, dat is vanavond zometeen. Het is nu 5:30 al, bijna, of wordt het. Op mijn klok is al bijna inderdaad. Dus het is bijna 5:30. En ik dacht, ik ga even gelijk de ramen opengooien. Maar ik vind het wel prima zo eigenlijk. Qua warmte is het nu al prima. Het is niet... Misschien dat ik wel vanavond even wel de ramen open ga gooien. Voor, ja, om lekker cool hier te maken. Maar verder is het niet... Als ik denk nu de ramen op gooien, gaat het alleen maar warmer worden misschien. Dus daarom ga ik even voor de zekerheid geen ramen op gooien. Dus, maar ik ga daar klaarmaken om lekker naar hiernaast te gaan, lekker gaan eten. En ik ben benieuwd wat we gaan eten. We gaan het zo meteen, jullie wel zo meteen horen. Maar ik ga in ieder geval even, net even video in de renner gegooid. Die is nu hier aan het renderen. Dus ga ik er al even wachten. En daarna ga ik andere vierde vlog online even renderen, want er is... Maar dan gaan jullie zo... Want er is wat fout gegaan met de vlog van gisteren. Eergisteren, laten we zo zeggen. Dus vandaar dat ik opnieuw gaan renderen ben. Nou, eigenlijk inderdaad, ja, eergisteren. Dus die ben ik opnieuw gaan renderen. Vandaar. Dus dan ga ik het daar klaarmaken en dat ik met goed mee te eten. En ik ben al sinds uur of vier al thuis. Dus... tijd gehad. En wat ik ook gedaan heb, is even lekker afwas gedaan. Het is clean hier zo. Dus gaan we nu even wachten op de vlog. Vergelijkingsmoment is ook geweest. Alleen zoals we al bij een paar minuutjes na te laten, maar maakt niet uit. Wat ik ook ga doen is even lekker relaxen. In ieder geval lekker muziekje luisteren. In ieder geval is het lekker zoals het is. En lekker wasje nou weer opgehangen. Tweede was. Eerst wat ik even handen op gaan en nou de kleren die ik heb. Gonja is altijd trouwens zo vaak bang voor stofzuiger. Ik vraag me zo af. Oké, katten zijn bang voor stofzuigers. Maar waar komt het door dat katten bang zijn? Ik denk, het kan me niet verbazen dat het door het geluid is. Dat het geluid te hard is. Want als ik het goed heb, is dat geluid van de stofzuiger te hard is voor een... tromvlies, om het goed te zeggen. Dus, maar laat even weten in de reactie wat jullie zeggen. Ik ben wel benieuwd naar. Dus, maar ja, ik vind het zo helemaal prima. Het is nog hier gestofzuigd. En ik heb de bed nog gedaan. En ja, dat was het. En nu ga ik lekker even lekker relaxen achter de computer. YouTube kijken, denk ik. En even misschien lekker Ganya knuffelen. Hé, Ganya? Gaan we knuffelen? Hij kijkt gewoon naar beneden. Ja, dacht even niet, denkt hij dan. Ja, oké. Prima, Ganya. Heerlijk. Rust. Ineens. Wauw. Maar het is ongelooflijk. Raar weer binnen. Want
Het is nou al sinds woensdag lekker zonnig weer geweest, maar vanaf donderdag tot vrijdag gaat het ongelooflijk niezen. Dus dat hebben jullie denk ik alvast wel gezien. Het is natuurlijk zaterdag en het is pokkenweer. Ja, jullie, het is nu niet te zien natuurlijk, want het is voor mij nu woensdag. Maar vanaf donderdag is gewoon ongelooflijk bagger weer. Maar ja, daar wou ik wel een beetje van. Ik had wel lekker weekend, lekker weer verwacht. Maar ja, zit anders niet in. Volgende weekend maar, hopelijk. Het is al bijna, letterlijk bijna al 12 uur. En ik heb eigenlijk al, hoe laat zijn we bezig met bellen? Uur of 9? Ja, zoiets. Want ik heb eerst begeleidingmoment gehad en toen heb ik even moeten slapen, zo zeggen, en een begeleidingmomentje gehad, wat ook allemaal gebeuren. Want sommige begeleiders zijn van, dat is wel logisch, van privé dingen. En die zeggen dan vaak, ik wil liever alleen cliënt op een cliënt. Wat kan ik zeggen? Gewoon met de cliënt alleen zijn om gesprekken te hebben over sommige dingen privé. Dus dat zijn een van de begeleidings. En een van de begeleidingen. En ik zit er toevallig ook nu te bellen met Sanne. Dus ja, gezellige babbetje. We hebben even een lekker gesprekje gehad over alles en nog wat. En over films. Dat kunnen we wel, kan ik wel zeggen. Hè, schat? En dan ga ik maar dadelijk ook lekker bekken. En Kanja zit dan lekker van pampus. En nou begint hij een beetje wakker te worden. En Kanja? Ik neem even mijn zoogjes. Oké. Ik heb hem een tijdje geleden volgens mij niet in een vlog gehad. Hé Kanja? Vind jij lekker op de bank, hè? Lig jij lekker op de bank, hè, jongen? Piep, 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 piep. Dat vindt hij gewoon niet leuk als ik op zijn neus tik. Nee, ik ga het niet meer doen, jongen. Maar ja, het is ook weer tijd om dadelijk naar bed te gaan. En morgen, hopelijk, als ik het niet vergeet, wat ik heb alles gehad, ga ik zeggen, ik ga dit opruimen. Bijvoorbeeld, morgen ga ik dit opruimen. Vergeet ik gewoon dat op te ruimen en de dag daarna ga ik het pas opruimen. Oké, het is wel goed dat ik het opruim, dat is wel logisch. Ja, want ik heb wel dan momenten en dat irriteer ik me daaraan. Dus dan ga ik hem opruimen. Dus dat heb ik wel. En dan dadelijk leg ik me een beetje in. Morgen weer een dag natuurlijk. En zoals jullie hebben gezien is de hele weekend dat gewoon baggerweer is. Laat even weten wat jullie ervan vonden deze baggerweer. Zijn jullie eraan gewend of zijn jullie lekker liever zon? Ik heb het liever zon. Laten we zo zeggen. Ik denk dat Sanne ook wel. Liever zon, hè, schat? Ja, zon zegt ze. Ben ik mee helemaal eens. En lekker 50 uur van luisteren. Ik de laatste tijd, ik weet niet waardoor. Ik kan ook door mijn vriendin komen dat ik door luister. Dat kan ook nog. Want zij heeft 50 uur vaak aanstaan. Maar het is gewoon nog een leuke radioprogramma, eigenlijk. Al vind ik Q Music ook een leuk programma. Maar wat ik ook kan vertellen is, binnenkort kan ik iets leuks vertellen, maar nu nog niet. Komt super leuks wat aan. Wanneer kan ik ook voor de zekerheid niet zeggen, maar wordt super leuk. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk gaan vinden. Voor mij heb ik al aan het begin van de vlog ook al dit gemeld. Maar er gaat in ieder geval super leuks worden. Sanne deed het al, alleen. Ja. En ik heb er wel super veel zin in. Oh. Ja, ik kan niks over zeggen. Want ik kan ook niet naam zeggen van een persoon die dat iets van regelt. Want dan verklap ik het eigenlijk. Ja, dat had ik wel vanochtend over. Dan verklap ik het eigenlijk een beetje meer. En dat moeten we niet hebben. Maar wat ik eigenlijk ook wil zeggen is een keer, zo, dat is eigenlijk een tijd geleden dat ik hier op deze tour eigenlijk vlog afsluit. Ja, oké. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor deze vlog te kijken. Vonden jullie deze vlog leuk? In ieder geval doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd trouwens? Zou het tof zijn als je hier even abonneert. Want ik zie alleen maar subs afgaan. Zou het tof zijn als je even mensen abonneren. En
Ze laat ook even een leuke toffe reactie achter. Maakt niet uit wat voor reactie. En wat ik eigenlijk ook wil zeggen snel. Laat ook even een reactie weten, beneden in de reactie weten over de leuke Q&A vragen. Nogmaals. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo een blij duimpje omhoog. En abonneer. En zeg ik alvast veel kijkers terug voor een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Het is nu over een kwartiertje is het 8 uur. Dus dan vragen jullie denk ik af. Sander is eigenlijk al op bezoek gekomen. Nee, die is niet komen opdagen. Ja, daar heb je toch helemaal niks aan. Wat vind jij ervan? Oh, hè? Doe je...